Dit is Rafael, dat is mijn nieuwe collega. Hij start zijn nieuw parcours, wat ik 3 jaar geleden heb gedaan. Dit is ook Rafael, hij is 20 jaar. Dat is mijn collega bij Petje. Ik ben hier nu 7 maanden en toen ik hier het eerste binnenkwam, was ik onder de indruk van alles wat hier was. Dat was veel anders dan school. Dat was dat ik echt wou doen, echt met mijn handen werken. Ik kan niet 8 uur achter een bureau blijven, want dat is echt mijn ding, ik moet bewegen. Eigenlijk is het een job waar je veel diversiteit hebt. De werven duren 1 dag, zelfs niet. Het is niet wat je doet. Wat ik het liefste doe, is nieuwe kranen zetten. Alles klikt ineen en als ik een ketel klaar heb met veranderen, dan ben ik echt fier op mezelf. De meeste mensen denken dat loodgieter een gemakkelijk werk is, maar veel dingen te berekenen, je moet veel dingen in het oog houden. Echt goed nadenken over wat je doet. Mijn vader doet ook sanitair. Ik en mijn vader, dat zien doen thuis. Dat leek me echt leuk. Beter als achter een bureau zitten. Voor mij was dat echt, ik wou dat doen. En dan was mijn vader echt fier op me. Teams zijn nooit vaste teams. Het is eigenlijk te zien wat voor werk dat we doen. Iedereen komt goed overeen met elkander. Ik werk met iedereen graag. Echt een goede sfeer. Ik doe bijvoorbeeld de buizen. Rafael doet de ketel, de plaatsen. En dat is echt teamwork. Ik vind deze job leuk omdat het altijd verandert. Het is bijna nooit hetzelfde. Veel depannage, zou ik zeggen dat je meerdere klanten per dag ziet, dus je beweegt veel. En het is fascinerend hoe alles in elkaar klikt. Echt, dat is echt speciaal. Daarom heb ik voor deze job gekozen.